Zeg Maarten, ze gaat PPLE studeren in Amsterdam. Is dat een pretpakket of is dat serieus? Vraagt presentator Philip Freriks zich af. Dat hoeft hij Maarten geen tweede keer te vragen. Hij steekt meteen van wal. Het lijkt mij een pretpakket eerste klas. Een grabbelton van oppervlakkigheden, antwoordt hij stellig. Bovendien is het Engelstalig, dus dat gaat ook nog eens in steenkolen-Engels. Het academische aspect van de studie blijft voor Maarten duister. Maar ja, je moet wat. Je moet van de straat, vervolgt hij. Omdat het een bacheloropleiding is, stelt het volgens Maarten al helemaal niks voor. Hij begrijpt niks van Amalia's keuze. Het is een heel intelligent meisje naar het schijnt. Philip probeert ondertussen een nuance aan te brengen door te stellen dat de studie goed kan zijn voor de ontwikkeling van de prinses, maar Maarten wil er niks van weten. Nou, ik zou zeggen, met een lesprogramma van 3 maanden heb je ook vrij redelijk. Het is psychologie, politicologie, economie en recht. Kom op, 3 jaar in steenkolen-Engels. Dat heeft niets met een academische studie te maken. Geen bal.